Ja, Edwin Eefdink, coach Zwanenburg. Je pakt vandaag tegen Rekkerdes uiteindelijk nog ruim de 4-1 winst. Terechte overwinning? Ja, ik denk wel. Het beeld van de wedstrijd bekijken, denk ik dat wij gewoon de bovenliggende partij waren. 4-1, misschien met een grote uitslag. Ik denk dat we ook een paar keer geluk hebben gehad dat we goed in de wedstrijd blijven. Ik moet een groot compliment maken voor onze verdediging, die gewoon zo verschrikkelijk goed stond. En één foutje in de eerste helft dat de keeper René Jonker uitstekend pakt. Dus ja, dan blijf je in de wedstrijd. Maar je merkt eigenlijk al gauw in de eerste helft dat we eigenlijk vanaf het begin af aan hebben achter de feiten aangelopen. Tenminste, zo voelde dat vanaf de zijkant. Tweede ballen werden niet gewonnen. Kwam eigenlijk niet aan opbouwen toe. Kon de spitsen moeilijk bereiken. Ja, dan ben je eigenlijk nog blij dat je niet in de rust al achter staat. En dat je er weinig meer aan kan doen. Ja, en als je dan inderdaad vlak voor rust een tegengoal krijgt, dan is het even zuur. Maar juist als je achter staat, moet je als tiende met z'n allen onder erachter komen. Dat hebben we in ieder geval het eerste kwartier, 20 minuten heel goed gedaan. Kom je op 1-1, ja, en daarna dan is het even weg. René Jonker, aanvoerder doelman van Zwanenburg. Je pakt hem vandaag tegen jouw clubje. Ja, dat is lekker. Belangrijke overwinning voor ons. Je maakt het gat nu 8 punten. Hopelijk dat DSS nog verliest. Maar ja, voor mij persoonlijk sowieso heel lekker dat je hier mag winnen. Toch wel een klap hoor. We kwamen hier toch wel naartoe om 3 punten te pakken. Dan kom je toch wel weer heel dicht bij Zwanenburg. En nu sta je toch wel een eindje vanaf. Met 4 wedstrijden te gaan kan nog alles. Maar het wordt wel lastig nu. Hey, je was zelf ook belangrijk vandaag, hè? Ja, 2-1. Ja, een belangrijke goal. Een mooie goal ook. Dus blij dat ik ben geblesseerd geweest 2 weken. Dus blij dat ik weer mag spelen en dan ook nog zo'n goal mag maken. Ik denk dat het de ommekeer vandaag was, of tenminste de ommekeer, dat jullie meteen na de 1-1 eigenlijk de 2-1 maakten. Ja, en er was nog wel een momentje natuurlijk bij de 3-1. Dan staan ze op de doellijn bij ons. Dan kunnen ze de 2-2 maken, meteen uit de counter maken. 3-1, ik denk dat dat misschien zelfs wel het kantelpunt was in de wedstrijd. Maar ook de 2-1 was gewoon een hele belangrijke goal. En hoe zuur moet het dan zijn in de tweede helft? Hè? Je maakt 1-1 via een prima vrije trap van Leentjes. Ja, eigenlijk in dezelfde minuut kom je hem weer achter. Ja, dat is iets in het voetbal denk ik wat misschien niet te volgen is. Je komt inderdaad op 1-1 en je hoort al die jongens van we gaan er weer voor. En in dezelfde minuut maken we een 2-1 en dan zie ik een team wat knakt. En waar geen geloof meer in zit. Ja, en dan is het afgelopen. Wat vond je van Rekkerdes? Ja, kijk, het is natuurlijk een ploeg. Hij heeft heel veel pech. Veel blessures. Nou, 2 schorsingen natuurlijk. Ze werken keihard ervoor. Ik vind voetballend vermogen. Ze hebben een uitstekende voorhoede. Er zit wel wat in. Maar vanaf de verdediging is het heel veel lange ballen snel naar huis. En dat is een beetje jammer. Want ja, daar win je. En zeker met een veld vandaag waar heel harde wind staat. Dat is natuurlijk niet echt prettig voor de spitsen om daarmee te werken. Ik moet zeggen, vandaag was het even balen. Ja, we missen natuurlijk Roy en Damien, die toch wel het hele seizoen al belangrijke spelers zijn. Nou, dan alsnog hebben we genoeg kwaliteit, denk ik, om het gewoon ook met die andere jongens die er vandaag stonden te halen. Nou, is vandaag niet gelukt, maar ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat we met een groep van 15, 16 man gewoon die nacompetitie gaan halen. Dus volgend jaar weer lekker in derde klasse. Ik denk dat we ons nu moeten gaan richten op de nacompetitie. Ja. Ik denk, er moeten nog hele rare dingen gebeuren, maar we hebben best nog wel een moeilijk programma. Dus ik ben bang dat we dat niet meer gaan ontlopen. Ja, zoals het eruit ziet, denk ik dat ik voor een andere uitdaging ga kiezen. Even een stapje hogerop. Ik ben nu 24, word 25. Dus dat is ook wel het moment om te doen en te kijken waar je plafond ligt in het amateurvoetbal. Dus wat dat betreft, ik ga de namen nog niet noemen, want ik ben nog wel... Ik wilde net vragen, kun je een type van de sluier geven? Nou, ik kan het wel zeggen. Er zijn 2 teams waar ik ben geweest. Pankratius en Hoofddorp. En ik moet nog eventjes kijken waar mijn beslissing op gaat vallen. Ik denk gewoon waar ik het beste gevoel bij heb. Ik heb eerlijk een gesprek gehad bij Aalsmeer en daarin gekeken van wat mogelijk is. Alleen aangegeven netjes van dat het eigenlijk te vroeg komt. En er zitten wat andere dingen, ook qua zaken. Ik woon hier, ik werk hier. En het kwam gewoon dit jaar niet uit om daar naartoe te gaan. Dus ik blijf komend seizoen gewoon hier. Maar clubliefde is het zeker voor Aalsmeer. Ik kijk er graag. Volgend jaar in de derde klasse. Ja, zeker weten. Dat sowieso, daar gaan we voor. We zijn er nog niet helemaal, maar dat is wel de bedoeling. In de derde klas een nieuwe trainer, dus dan moeten we het weer gaan zien.